De 5 kilometer binnenweg naar het dorp Mata, dat ligt in het district Para, wordt gerehabiliteerd. Het startsein is gegeven op vrijdag 30 november. De gemeenschap kijkt er reikhalzend naartoe, omdat ze heel goed gebruik kunnen maken van deze weg. En het zal ook heel veel voordelen met zich meenemen. Het Nationaal Informatie Instituut neemt u ook mee naar dat moment. We zijn op schema. We gaan nu starten met de werkzaamheden. Vandaag hebben we startsein. We gaan Mata, de weg naar Mata, beleggen. En het is een totaal 5 kilometer lang naar binnen, dorp toe. En de weg is 6 centimeter, dus we gaan 6 meter beleggen. Breedte van de weg. En de dikte met lateriet is 25 centimeter. S-Mine Transport, meneer Mine is eigenlijk bereid overal te werken en samen met de commissaris, met het commissariat, heeft met DC Jurel gesproken en we zien nu dat het regentijd is, toch? Maar we kunnen niet alles tegelijk doen, je moet ook even kijken naar het weer en de DC en meneer Mijn zijn overeengekomen, hij krijgt benzine van het commissariat. U weet, district Para is een gedecentraliseerde district. Uit hun middelen, wat ze ontvangen, wat ze krijgen, moeten ze hun werk doen en natuurlijk prioriteitwerk. En dus deze heeft gezegd, oké, meneer Mijn, ik geef je diesel, benzine en daar zet jij jouw materiaal en materieel in om het werk te verrichten. Ja, sowieso, we gaan in geheel Para werken. Je hebt Para Noord, Para Oost en Para Zuid. We zijn al begonnen met de lozingen om op te halen en vandaag gaan we beginnen met Mata. Als we mooi weer hebben, doen we het in 2 weken. Zijn we al klaar met het project. We zijn de Afrika thuis met ingenomen dat ze inderdaad beginnen aan de rehabilitatie, verdere rehabilitatie. Want men had al eerder al wat aan gedaan. Maar zoals de commissaris zei, het was alleen geplombeerd op bepaalde plaatsen. En met het materiaal waar we niet zo tevreden mee waren. Dus het voelt goed aan dat men nu werkelijk het beter gaan doen, laten we zo zeggen. Ja. Omdat er veel mensen gebruik maken van de weg. Schoolkinderen, leerkrachten, mensen die dagelijks de stad ingaan. Verkopers, marktverkopers. Maar ook autoriteitsmensen die hier bezoek komen. Ik denk dat het heel belangrijk is een goede weg te hebben. Het is makkelijker bereikbaar. En ik denk ook dus dat voor de mensen binnen het ook zijn voordelen zal hebben. Als er toeristen komen. De school dus zeker bijna 4 uur moet vertrekken om de stad te bereiken. Want ze moeten rekening houden met de file die ontstaat. Dus ze moeten voor de file in de stad zijn. En voordat ze weer op Mata zijn, dan zeker bijna 3:30, 4 uur, met de slechte weg, dan zijn ze helemaal vermoeid. Weet je, en dan is het moeilijk toch echt goede studieresultaten te gaan boeken. Want je bent vermoeid, je kan bijna niet meer wat doen als je terug bent. Laat me alvast dit ervan zeggen dat het geen asfalteringsproject is. Het is het rehabiliteren en, laat me zeggen, zeer correct rehabiliteren. U weet dat de mensen in de tijd, of althans de dorpsbewoners, ze hadden de weg gebarricadeerd en ik had ze groot gelijk gegeven. En toen hebben we de weg, zeg maar, snel aangepakt. Maar ik vond dat het niet goed was en de mensen hebben ook geklaagd dat die stenen te groot waren op de weg. Dus vandaag zijn we hier en we gaan het vandaag echt goed aanpakken. En alles wat de kapitein zegt, gaat meneer Mijn op die manier ook aanpakken. Dat wil zeggen dat we kwalitatief werk gaan leveren voor de bewoners. En als u me vraagt hoe ik me voel, ik ben blij, ik ben trots. Ik ben helemaal eensgezind met de mensen. Echt wel, ik ben echt blij voor ze. Voor een x-aantal momenten en overwegingen is het belangrijk, en ik denk vooral aan de zwangere vrouwen,
Ik denk aan de oudere mens. Ik denk aan de snelheid om van huis naar het werk te gaan of waar je ook naartoe gaat. Ik denk aan die luxe die die mensen moeten hebben. Ze hebben er recht op om een goede weg, om over een goede weg te gaan. En sowieso voor het stukje economie, economisch verkeer voor de mensen, vanwege de snelheid, maar ook voor de auto's, onderstel enzovoorts, is het goed. Er zijn taallegio momenten waarop je kan zeggen, hey, dit is top voor de mensen. Echt wel. De kinderen, ik denk dat ze het heel prettig zullen vinden, dat ze niet in een gestreste situatie naar school moeten gaan. Ze hoeven misschien niet meer zo vroeg op te staan, want je weet als die weg slecht is, dan moet je 4 uur in de ochtend of 5 uur in de ochtend opstaan om naar school te gaan, om pas tegen 7 uur aan te komen. Ik denk dat als die weg goed is, ook dat, en daarom had ik eerder aangegeven, de snelheid. En met snelheid bedoel ik gepaste snelheid. Het is niet de bedoeling dat hier een racebaan gaat worden, maar dat de mensen op een prettige manier op school kunnen komen, de leerlingen althans. Voor hun is het natuurlijk ook prettig.